zullen we gaan staan met elkaar. Want dit is een beetje de feeling van het eerste nummer wat we gaan zingen met elkaar. En dat heet Welkom Thuis. Welkom als je hier bent. Welkom als je thuis meekijkt. Het doet mij goed om jullie te zien. En dat we deze ochtend God mogen zoeken en aanbidden. We gaan zingen. Welkom thuis. Kom loop met tegemoet. De deur staat voor jou open. Hier is waar ik jou ontmoet. Wees welkom in de feestzaal. En kom zitten aan mijn tafel. Er is plaats genoeg. Kom en vier met mij het grote hemelfeest. Kijk vooruit, want wat geweest is, is geweest. De zon zal niet ondergaan en we dansen en we zingen en we feesten. De zon zal niet ondergaan en we dansen en we zingen en we feesten. De zon zal niet ondergaan. Wij zijn thuis. Aan het eind van de dienst nog een keer zingen. En dan verwacht ik wel wat meer dansen en zingen en feesten. Doe ik ook mee, oké? Zullen we onze ogen sluiten en deze dienst onze God en Vader welkom heten. Heer, wat heerlijk dat we thuis mogen zijn deze ochtend. En misschien voelt het voor ons ook zo dat we weer thuis zijn. Misschien, we baden dat vanmorgen ook in de richting van een nieuw seizoen. Zo kan het voelen dat we echt weer samen mogen zijn en de volheid van u mogen ervaren in deze dienst. Ik dank u daarvoor, Heer, dat we ons hart deze dienst mogen openen. Dat u welkom bent en dat u ons wilt vullen. En ik bid u dat we als nieuwe, veranderde mensen hier vandaan zullen gaan. Heer, kom tot uw doel in alles. En geef ons een geopend hart. Amen. Ga lekker even zingen, zitten. Zingen mag zo weer. Ik was van de week bij Koos en Ellie Wijma. Velen van jullie kennen hun, denk ik, nog wel. Wie kent hun? Even de handen. Kijk, dat bedoel ik.
Ik was daar voor mijn werk en aan het eind van het uurtje dat ik bij hun was, was er nog 10 minuten om te praten waarvoor ik eigenlijk kwam. Maar deed me goed hun te zien. En Ellie heeft een zware tijd gehad met een operatie. Maar ze deed zelf de deur open, ze had een cake gebakken, dus ik voelde me heel erg welkom bij hun. En we raakten aan de praat en in mijn werk en in mijn privé ben ik gewoon wie ik ben. En ben ik dus ook een kind van God, gewoon in mijn werk. En met Koos en Ellie raakte ik aan de praat. En op een gegeven moment vertelde ze iets en toen dacht ik, hey, dat heb ik eerder gehoord. En nog niet zo lang geleden. En wat had ik gehoord? Daar gaan we eerst even naar kijken. Het was van vorige week. In de Bijbel betekent dit, alles wat je doet voor het koninkrijk van God, alles wat je in hem doet, daarin wordt voorzien. Dus als God tegen jou begint te praten de komende tijd, daar gaan we zo voor bidden, en hij geeft je een opdracht, dan voorziet hij ook in wat nodig is. De kracht om te genezen, maar ook het geld of de middelen om datgene te doen waartoe hij jou roept. Zo simpel werkt het. Is dat niet soms spannend? Komt hij soms niet op het laatste moment? Ja. Maar ik weet hoe dat werkt nu en ik ben het ook nog aan het leren. Want dat is het leven van een discipel, hè? We beginnen, we ontdekken dingen, we delen dat met elkaar, maar ik moet zelf ook nog zoveel leren. Dus ik kan ook van jou leren. Maar ik heb al meerdere keren gezien dat als ik tegen God zeg, Heer, ik heb tot zondagavond, dan moet ik een besluit nemen en ik heb bijvoorbeeld 40.000 euro nodig. Want anders kan het niet doorgaan. Dan belt er gewoon om 11:30 iemand en zegt, ja, God zegt tegen mij, je hebt 40.000 euro nodig. Snap je? Zo concreet is het. Ik ga het niet moeilijker maken dan het is. Kan misschien ook op een andere manier worden verworven. Ik kan ook kaartjes uitgeven en jullie laten betalen voor die activiteit. Dat kan ook. Dat is allemaal prima, hè? Daar zeg ik niks van. Maar God voorziet, want de arbeider is zijn loon waard als de dingen in hem zijn begonnen. Dan zorgt hij daarvoor. Al moet hij het weghalen uit de meest corrupte staatsloterij of zo, om ons in het koninkrijk van God te voorzien, dan zal God dat doen. Dus wees vooral niet bang. Als je met hem leeft, dan zal hij voor je zorgen. Ook in deze ingewikkelde toekomst. Ja, tot zover. Er was natuurlijk nog veel meer gezegd in de dienst vorige week. Maar dit herinnerde ik me donderdag. En waarom? En daar wil ik jullie ook mee bemoedigen. Koos en Ellie die vertelden in hun leven wat ze allemaal hadden meegemaakt. En niet om zielig te doen, maar wel om aan te geven van ons vertrouwen is op de Heer. Koos is opgelicht met zijn bedrijf. Wat echt gevolgen had voor hun situatie. Hij is gevallen van een trap van bijna 6 meter en heeft lang moeten revalideren. Maar in alles hebben Koos en Ellie altijd op God vertrouwd. En ze vertelden dus van de week, het ging over huizen, mijn werk heeft alles te maken met huizen, dat ze op een gegeven moment in hun leven de hypotheek moesten betalen. En dat deden ze 2 keer per jaar. En ze kwamen nog 2000 euro tekort en ze hadden echt geen idee hoe ze dat bij elkaar moesten krijgen, want de volgende dag zouden ze moeten betalen. En toen kwam het wat ik herinnerde en koppelde aan wat we net hebben gezien. De dag ervoor, letterlijk om 11:30, werd er een envelop door de bus gedaan met 1000 gulden of euro. Ik ben het even kwijt hoe lang het geleden is. Er was nog een gat van 1000 euro. Ze gingen met lood in de schoenen naar de bank om te betalen. En daar werd verteld, nee, er is 1000 euro nog gestort op een andere bankrekening. Koos en Ellie hadden geen idee. Maar in hun leven dienden ze God en vertrouwden ze hem alles toe. En God die voorzag. Nou, dit was een van de dingen die ze vertelden en die mij heel erg bemoedigde. En waarom? Om jullie ook te bemoedigen. We dienen een levende God. En als je je leven afstemt op hem en het verwacht van hem, je leven in dienst stelt van hem, voorziet God. En naast het voorbeeld van vorige week hoorde ik dat dus deze week heel concreet. En ik vertel dit om jullie te bemoedigen, maar ook om uit te dagen, om de goede werken die God doet te vertellen. Dat mag in de dienst altijd, maar ook gewoon vooral ook tegen elkaar. Vertel dat we een levende God dienen en dat hij het waard is om voor te leven. We gaan zingen. Over de toekomst die ons te wachten staat. Want daarover gaan de volgende nummers. En zing lekker mee.
van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heilig, zo'n blijvende zee. Is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voert haar jongen op, bij u onder de palmen, God. Wonen bij u is een zegen, zo'n blijvende kans om te zingen voor u. Gelukkig die naar u. Zelfs in het dorp Bomendal, zien zij een bron en regenval. Gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
We gaan zingen over een toekomst vol van hoop. Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. We stoppen heel eventjes, want we zitten niet in de goede toonsoort. Dus we beginnen eventjes opnieuw. En dan zul je merken, dat zingt prettiger. En dan weten wij ook weer allemaal wat we moeten doen. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet, u blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. Jezus heeft het ons gebracht, een mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwartste nacht. U geeft die toekomst. U geeft een toekomst vol van hoop.
geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. U heeft het ons beloofd. Niemand anders, u alleen. U alleen. Leidt ons door dit leven heen. Aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer. Die zelf geen zon. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing. Stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. Dick, wil je naar voren komen om met ons te gaan lezen uit de Bijbel, het woord te openen. Ik wil heel graag eerst nog voor je bidden. En dan zal ik de kansel neerzetten. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heilige Geest, dat we ons af mogen stemmen op u deze ochtend.
Ik dank u, Heer, voor de belofte van een toekomst vol van hoop. Heer, en de tijd op aarde, daar moeten we doorheen. Maar u bent bij ons en daar dank u voor. En ik dank u dat we deze ochtend onze relatie met u weer kunnen verdiepen door uw woord de Bijbel en door wat Dick gaat zeggen. Dick, voel je vrij om te spreken wat onze gemeente nodig heeft. Voel je vrij om het woord te brengen wat God jou duidelijk heeft gemaakt in de voorbereiding. En gemeente van Jezus, open je hart om te ontvangen en hier verfrist vandaan te gaan. Amen. Amen. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Dat is alweer haast een jaar geleden dat ik hier was. En toen waren er haast geen mensen. En dat vind ik wel gewoon echt super dat we weer samen kunnen komen. Zijn jullie daar niet blij mee? Ik moest ook denken aan die tekst van de apostel Paulus. Dat samen met alle heiligen zullen we pas in staat zijn. En hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep. En te kennen de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Dat we komen tot de volheid Gods. We hebben elkaar nodig. En misschien is het goed om even tegen je buurman die voor of achter je zit te zeggen. Ik heb jou nodig. Ja. We hebben elkaar nodig. Ja. Samen met alle heiligen. Samen. We hebben de Heer nodig. We hebben de Heer nodig, maar hij heeft ook jou en mij nodig. En natuurlijk zijn alle dingen beginnen in God. Maar God heeft de Heilige Geest gegeven omdat hij ons nodig heeft. De Heilige Geest is niet alleen gegeven om je een lekker gevoel te geven. Maar God wil door de Heilige Geest te geven, wil hij wat doen in jouw leven. Hij wil jij een bruikbaar instrument maken. En dat kan in het begin wel eens beangstigend zijn, want je moet controle verliezen. Maar God wil dat je met hem meegaat. Hij heeft je nodig voor zijn koninkrijk op aarde. En God heeft besloten dat te doen door jou en mij heen, door het lichaam van Christus. Misschien ben je alleen hand, de ander voet, maar samen met alle heiligen. Nou, vandaag wil ik iets laten zien dat God eigenlijk ook aan de gemeente, aan jou en mij, een enorm gezag heeft gegeven. Maar gebruiken we dat? Soms blijven we maar een beetje doorsudderen. Maar God heeft ons de Heilige Geest gegeven. Hij heeft ons gebed gegeven omdat hij gezag wil herstellen. Niet gezag van op de barricades gaan en een regering omvergooien. Maar wel geestelijk gezag wat gegeven is aan de kerk. De Bijbel noemt dat gebed. En vandaag wil ik je iets laten zien over hoe God kijkt naar het gebed van een rechtvaardige. Dat God daar enorm gezag aan verleent. En dat God ook dat gezag nodig heeft om te kunnen werken. Ook al kan God alles zelf, heeft hij besloten dat gezag aan de mens te geven. Ook al aan het begin van de schepping. We zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis en God geeft de mens gezag. Hij heeft dat nooit teruggenomen. We hebben het wel verkwanseld door de zondeval. We gebruiken het verkeerd. Als we nou naar deze wereld kijken, ja, gezag wordt verkeerd gebruikt. Ook als Poetin Oekraïne binnen zou vallen. Gezag kan totaal verkeerd gebruikt worden in manipulatie, ook zelfs in een gemeente. Maar het neemt niet weg dat God jou en mij gezag geeft. Ook als je kinderen hebt, God heeft je als ouders gezag gegeven. En God wil dat je bewust wordt hoe je dat gezag kan gebruiken. En ik wil je uit de Bijbel laten zien het enorme gewicht wat God daarbij neerlegt. De verantwoordelijkheid die je aan ons geeft. En God moet altijd ons bewustzijn reinigen dat we uit het negatieve denken komen en weer gaan denken in de patronen van de Heilige Schriften, van de Bijbel. Dat wij de tempel van de Heilige Geest worden genoemd die in ons woont. En zo ga ik twee teksten lezen, Jacobus 5 vers 16 en 1 Petrus 3 vers 12. Daarna gaan we naar een verhaal in het Oude Testament. En Jacobus 5, vers 16b zegt, het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan wordt verleend. Het heeft een krachtige uitwerking, zegt een andere
Bijbel. Het mist zijn uitwerking niet. Het is scherp, het is krachtig. In 1 Petrus 3, vers 12 zegt Petrus: de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht naar hun gebed. Dus God richt zijn oren naar het gebed van een rechtvaardige. En er staat ook zo mooi: de ogen van de Heere rusten, vinden rust en vrede op een rechtvaardige. Nou, wat is nou een rechtvaardige? Dat is iemand waar God al zijn welgevallen aan geeft. Iemand die schuldvrij voor God kan staan. En God zegt: joh, dat vind ik zo belangrijk. Mijn oog rust daarop. Mijn welgevallen is op een rechtvaardige, op degene die beseft dat hij schuldvrij voor mij kan komen. Mijn welgevallen is op hem. Wie wil dat nou niet? Dat de Heer een oogje op je heeft in zijn liefde. Dat hebben we allemaal toch nodig. Dat we weten dat God voor ons is en dat hij een oogje op ons heeft. Mooie tekst, hè? Ben je ook niet blij met de Bijbel? In een tijd waar alles wankelt. De Heer is mijn rots. We weten waar we in geloofd hebben, hè? Op een rots, Jezus Christus. En dan kan je opbouwen. Om niet zo bang te zijn, joh, dat alles uit elkaar valt. Hij houdt alles bij elkaar door het woord van zijn kracht. Dat is ons geloof. En in dat geloof moeten we elkaar bemoedigen. Nou, God wil een oogje op je hebben. Maar ja, dan kom je al gelijk tegen een probleem. Maar als je dan naar binnen gaat kijken, denk je: ik een rechtvaardige. Jacobus zegt dan: een rechtvaardige. Wat is dat nou, die rechtvaardige? Wat betekent nou dat nou? Want zolang je met jezelf bezig bent, misschien heb je vanochtend wel ruzie gehad met je vrouw, ben je geïrriteerd opgestaan, denk je: oh, weer naar de kerk toe. En je kinderen wilden niet. Hè? Misschien heb je spanning gehad vanochtend. Als je dan daarnaar kijkt, voel je je vandaag geen rechtvaardige. Denk je: nou, God zal mij wel niet horen. Ik heb net ruzie met mijn vrouw gehad. En dan denk je gelijk dat je gedisqualificeerd bent. Want zolang je naar je navel kijkt, zal je jezelf disqualificeren. Echt waar. Als je naar jezelf blijft kijken, ben je altijd gedisqualificeerd. En heel veel mensen disqualificeren zichzelf, want ze zijn maar bezig met dat gif van die boom van kennis van goed en kwaad. Doe ik het goed, doe ik het niet goed, doe ik het goed, doe ik het niet goed. Oh, ik heb ruzie met mijn vrouw gehad, nu wil de Heer niet naar me luisteren. Maar is dat nou wel zo? Moet je wel oplossen, daar heb ik het niet over. Maar heel vaak denken we dat het een link heeft, dat het iets te maken heeft met wie wij zijn. Maar rechtvaardigheid heeft te maken met wie Jezus is. En dat wil ik je laten zien, want dat is heel belangrijk dat je dat gaat pakken. Want anders zal de duivel constant jouw vrijmoedigheid roven. Constant maken dat jij je minder waardig voelt en dat je denkt: nou ja, dat zal God me wel kunnen gebruiken. Yo, God zoekt helemaal geen bekwaamheid. God zoekt beschikbaarheid. God zoekt misschien wel veel meer jouw zwakheid. God zoekt misschien wel veel meer dat je heel bewust bent dat je helemaal niet rechtvaardig bent in jezelf. Maar als je al je hoop stelt op hem die de rechtvaardigheid brengt, Jezus Christus, dan word je sterk. Want zoveel kinderen van God hebben hun vrijmoedigheid verloren. Ook om uit te stappen in de Heilige Geest, om te bidden. Maar vrijmoedigheid heeft een grote beloning in de Bijbel. En door juist begrip van de waarheid in Christus wil God je die vrijmoedigheid weer geven. Om te bidden, om te getuigen, om te bidden, om vrijmoedig te zijn voor je kinderen, voor je familie. God heeft je nodig daarin, man. Echt waar. We gaan naar Genesis 18. Heel mooi verhaal van Abraham. Lees het thuis maar helemaal door. Ik krijg maar 20 minuten hier, dus ik... Dat zei je toch? Nee, je was heel lief. Je was heel lief voor mij. Je was heel lief voor mij. Dat is het. Dankjewel. Maar ik ga het niet helemaal lezen daarom. Dus dan mag je thuis lezen, maar ik neem je wel mee in het verhaal. Genesis 18, de Heer verschijnt aan Abraham met twee engelen. En dat vind ik ook al geweldig. Hè? Abraham had best wel strijd en Sarah, want ze waren haast al 25 jaar aan het wachten op de vervulling van de belofte. Misschien herken je jezelf, heb je een belofte gehad, die ziet helemaal niks van terechtkomen. Ja, God legt nooit uit hoe die werkt. Hè? En vaak hebben we, als we God gaan vertrouwen, zal je merken dat heel vaak denken we, willen we vrede vinden wat God doet. Hè? Maar ik heb gemerkt in mijn leven dat God niet zozeer wil dat we vrede vinden wat hij doet. Want we begrijpen hem soms helemaal niet hoe hij werkt. Maar God wil wel dat je vrede vindt in hem. Ik heb hem nodig. Ik
heb niet zozeer altijd voorziening nodig. Ik heb vooral hem nodig, dat je vrede hebt. Ook al is het er een keer niet is. En daarvoor verschijnt de Heer, die verschijnt aan Abraham op het heetst van de dag. En er waren twee engelen bij hem. En dan zie je dat God iets in Abraham wil herstellen en Sarah. Maar er is ook nog een enorme nood, Sodom en Gomorra. Een wereld die verloren gaat. En God wil Abraham daarbij betrekken. Dat is in het hart van God. Er is een wereld die verloren gaat. Weet je dat God jou erin wil betrekken? Tuurlijk kan God het allemaal zelf. Maar God heeft de mens gemaakt omdat hij zoekt medewerkers in zijn koninkrijk. Hij zoekt die gemeente die opstaat, die functioneert. We hebben in de tijd van corona al zo laten zien hoe verdeeld we eigenlijk kunnen zijn. Hoe we het helemaal kunnen missen. En God beschuldigt daar niet in, maar wil wel dat we nederig worden en zeggen, Heer, we hebben u nodig. We hebben nodig dat u ons opnieuw ontmoet. Heb je dat ook? Ook na coronatijd, Heer, verschijn aan mij. Vraag of Jezus je aanraakt. Ik heb zijn aanwezigheid nodig. Soms kan je goede dingen voor God en toch geen vrede hebben. De goede dingen doen voor God, maar geen vrede hebben. En soms heb je gewoon even nodig dat je weet dat jij mag zijn. Zonder iets te doen voor de Heer. En de Heer verschijnt. En dan gaat ook nog eens een keer de Heer gezellig met Abraham eten. Hij gaat brood bakken. Het moet nog heel kalf geslacht worden. Heeft uren geduurd. En de Heer is daar, gewoon bij Abraham. In de aanwezigheid van Abraham. En hij gaat maaltijd houden. De Heere God met Abraham. Hij wil maaltijd houden met jou en mij. Zie ik staan aan de deur en klop. God wil maaltijd houden met jou. Wat je meer nodig hebt, niet zozeer de dingen te doen, maar vooral die relatie met hem. Ik hoorde dominee Maarten net zeggen, alles begint uit hem. Hè? Want anders missen we het. Als we niet leren te ontvangen van hem en dan door te geven, word je alleen maar doodmoe van je eigen christelijke werkjes, althans ik. Maar je moet leren ontvangen aan zijn tafel. En dan geeft God een belofte. Abraham, luister, voorzeker, over een jaar zal ik terugkeren en dan zal je vrouw een zoon hebben. Nou, ze hadden 24 jaar gewacht. En op een gegeven moment was hun geloof een beetje weggecijpeld. Abraham die kon niet meer, Sarah die was niet meer zwanger, ze konden geen kinderen meer krijgen. Dus Sarah dacht, die begon te lachen. En de Heer hoort alles van je, hè? En zonder verwijt zegt God eigenlijk, Sarah heeft gelachen. Nee, ik heb niet gelachen. Ja, tuurlijk had ze gelachen. Maar waar God Abraham en Sarah wilde brengen, en dan wil hij ons allen brengen, soms wilde je helemaal aan het einde van jezelf brengen. Dat je eigenlijk helemaal geen hoop meer hebt in natuurlijke bekwaamheid. En dan wil je God je zo ver brengen dat je al je hoop stelt op wat de Heer je zegt in vers 14, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Want soms is het voor ons te wonderlijk. Maar daarvoor heeft God de Heilige Geest gegeven ook, omdat Hij alleen die wonderlijke dingen van God in ons leven kan doen. Dat kan jij en ik niet. Kan jij iemand genezen? Ja, ik kan een mug van zijn hoofdpijn genezen door hem dood te slaan, dat kan ik. Maar we hebben geen macht in onszelf. Maar de Heilige Geest wel, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. We moeten ook niet naar binnen kijken. We moeten leren hem te verwachten. De Heer kan het doen. En dan zie je uiteindelijk dat de Heer met die engelen vertrekken in de richting van Sodom. Omdat er een wereld is, Sodom en Gomorra. Mensen zeggen misschien wel 15.000, 20.000 mensen. Was een grote stad in die tijd. En eigenlijk was er zo'n verdorvenheid. En God moet, is een rechtvaardig God, oordeel moet komen. Je kan alleen maar regeren op basis van recht en gerechtigheid als er een strafsysteem is. Stel je voor dat je nooit meer een bekeuring krijgt als je door een rood stoplicht heen rijdt. En dan zie je dat het een grote puinhoop wordt. Recht en gerechtigheid is nodig. God kan niet zeggen, joh, Sodom en Gomorra, rommel maar aan. Nee, op overtreding hoort een straf. En die straf moet komen. Wij weten dat de Heer Jezus die gedragen heeft voor jou en mij. Maar God kan niet zomaar vergeven. Mensen denken dat. Hij kan dat alleen op een basis van recht en gerechtigheid. Namelijk door het offer van zijn zoon aan het kruis. En dan zie je ook dat God dan zoekt. Hè? God zegt in vers 17, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Want ik heb hem gekend. Ik heb een belofte gegeven. Hè, dat hij een zegen voor alle naties zou zijn. Ik wil mijn hart delen.
En dat wil God vandaag ook. Misschien voor je buren, voor je kinderen, hoe te bidden, wat te bidden, wat te doen. En dat is de kracht van de Heilige Geest. God wil je geopende oren geven, geopende ogen, om te gaan verstaan wat God wil dat jij doet. Werken die voorbereid zijn. Niet zomaar iets doen, maar aan de tafel van de Heer wil God zijn hart met je delen. Misschien betekent dat voor jou een boeketje bloemen brengen naar je buren. Het hoeft helemaal niet grote dingen te zijn, maar het is wel belangrijk. Dus luisteren naar de stem van de Heer. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Zou God voor zijn kerk verbergen wat hij gaat doen? Kent u de toekomst? Oekraïne, nieuwe corona, weten wij? Maar God wil zijn hart delen. Hij wil dat je vrede hebt. Hij wil dat je tijd neemt met hem. Zou ik het verbergen? En God wilde dat niet. Op een gegeven moment zie je in vers 22, de Heer met die twee engelen gaan naar Sodom. En dan staat er, Abram bleef nog staan voor de Heer. Maar weet je dat de oudste vertalingen van de Bijbel dat niet zo zeggen? Want je moet even dat plaatje hebben. De Heer met de engelen gingen weg. Ze liepen weg, hè, naar Sodom en Gomorra. Dat zegt de Bijbel. En dan staat er ook, ze gingen naar Sodom en Gomorra. Dus de Heere loopt. En dan staat er, Abraham bleef nog staan. En dan zie je dat Abraham dichterbij trad. Nee, maar de Heer was al aan het wandelen. En het oudste Hebreeuws zegt het namelijk precies andersom. En ik zal je ook uitleggen waarom de vertalers dat veranderd hebben. Maar de oudste vertalingen, de Groot Nieuwsbijbel heeft het bijvoorbeeld wel goed vertaald. Er staat niet dat Abraham bleef bij de Heere staan, de Heere bleef bij Abraham staan. De Heere bleef staan. Ze gingen weg en de Heer blijft staan. En hij kijkt eigenlijk Abraham aan. De Heer blijft staan voor Abraham. Abraham, wat ga jij doen? Dat is de gedachte. Waarom de Joden dat later eigenlijk anders vertaald hebben? Omdat in het Joodse denken de Heere is Yahweh, Jehovah. Hij de eeuwige, de heilige naam die niet uitgesproken kon worden. Zij konden niet voorstellen dat die Heere God, schepper van hemel en aarde, God van Abraham, Isaac en Jacob, zou blijven staan voor een sterfelijk mens. Ze konden dat niet voorstellen. En daarom hebben ze vertaald dat Abraham bleef staan voor de Heere. Want dat was buiten hun denken. Een koning der koningen, een Heere der Heeren die neerknielt en ons de voeten wast. Schepper van hemel en aarde. Dat was onvoorstelbaar in het Joodse denken. Maar toch is het de waarheid. Want de Heer blijft staan voor je. En die kijkt je in de ogen en die zegt, wat doe jij eraan? Mijn oordeel moet komen over deze wereld. Maar er is een boodschap die jullie hebben gekregen. Dat het oordeel, de Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. En Jezus heeft het oordeel gedragen. En hij zegt, opdat een ieder die dat gelooft, over hem zal geen oordeel worden uitgesproken. Dat is wat Jezus zegt. Ja, dus God heeft ons die boodschap gegeven. Hij heeft ons dat evangelie gegeven. En daarom blijft God staan voor de mens, Abraham. En Abraham die begrijpt het. Die denkt, ja maar heren, u bent toch rechtvaardig. Stel je nou voor dat er 50 rechtvaardigen zijn. 50. En dan zegt God, oké. Als er 50 zijn, zal ik die stad niet vernietigen. Te willen van die 50, te willen van 50 rechtvaardigen, zal ik de hele oordeel niet door laten gaan. En even daarbij stilstaan. Zie je de enorme gewicht dat ligt bij rechtvaardigen? God zegt, als er 50 zijn op die misschien wel 20.000 mensen, zal ik het niet doen. Jullie zijn meer dan 50, hè, al vandaag. Begrijp je het gewicht wat God hier neerlegt? Als er 50 rechtvaardigen zijn, als je echt gelooft in Christus, man, jullie zijn meer dan 50. God wil dat je bewustzijn wakker wordt van de autoriteit die je krijgt daarin. Dit is niet de mens die spreekt, dit is wat God zegt. En Abraham denkt, ja, stel je voor dat er geen 45 dan, Heer. God zegt, ik zal de hele plaats vergeving schenken om hun het wil. Maar God, hij denkt, ja, maar stel je voor dat er maar 40 zijn. God, als er nou 40 geboren zijn, zal ik het ook niet doen. Maar als er nou 30 zijn, heren, zal ik het ook niet doen. En dan zegt die heren, ik ben heel erg brutaal geweest om tegen u te praten. Weet je dat God van een bepaalde brutaliteit houdt? De Bijbel noemt dat vrijmoedigheid. Hè?
blijven doorgaan. Blijven vasthouden aan de belofte van God. En Abraham gaat door. Heer, ik ben wel heel erg brutaal. Word nou niet boos. Maar als er nou 20 zijn. Ook om 20, zegt de Heer, zou ik het niet doen. Maar Heer, nog één keer. Word alsjeblieft niet boos op me. Word niet toornig, staat er dan zo mooi. Als ik nog eenmaal spreek, als er nou 10 zijn. God zegt, als er maar 10 zijn. Zal ik heel die stad niet vernietigen. En de Heer gaat weg. En denk je, hé, dat is verloren. Want dat is niet zo, weet je. De waarheid was, niemand rechtvaardig, ook niet één. Weet je dat het in de Bijbel staat? Dat zolang je naar je navel kijkt, is er niemand rechtvaardig, ook niet één. God wil ons laten voelen, allemaal, Jood en Heiden, dat we allemaal eigenlijk gedisqualificeerd zijn als je op jezelf vertrouwt. Allemaal. En dan staat er zo mooi in de Engelse vertaling in Colossense, He has qualified us. Hij heeft ons gekwalificeerd. En wat is nou het geheim? We zien in het verhaal, als je dat doorleest, dat Lot en zijn vrouw en zijn twee dochters wel gered worden door die twee engelen. En Petrus zegt dan op een gegeven moment dat Lot werd rechtvaardig genoemd. En daar wil ik even op inzoomen, want wat wordt daarmee bedoeld? Heel vaak als we naar onszelf kijken, ja, kijken we naar rechtvaardige mensen zijn die 3 keer in de week naar de kerk gaan, elke dag een uur stille tijd. En dat is natuurlijk goed om te doen, maar dat maakt je niet rechtvaardig. Niks wat wij doen maakt ons rechtvaardig. Er was niemand rechtvaardig in Sodom en Gomorra, ook Lot en zijn vrouw en zijn dochters niet. Alleen waarom worden ze toch rechtvaardig genoemd? Er is een geheimpje in het verhaal. Namelijk Lot was, als je naar zijn leven kijkt, wat die man ook in zijn daden was, helemaal niet rechtvaardig. Hij heeft nooit gebeden, hij heeft nooit op God vertrouwd, hij heeft nooit een altaar gebouwd. Hij maakte puur egoïstische keuzes, het was gewoon een egoïstisch iemand, hij was een neefje van Abraham. Toen hij uiteindelijk ook uit die stad werd gered door een wonder, zei de Heer, joh, ga naar de bergen toe, want ik ga heel die streek vernietigen. En Lot begint weer te discussiëren met God. Ja, maar Heer, dat wil ik niet, ik wil dat stadje hebben. En God geeft het nog toe ook nog. Kan je toch niet zeggen dat die man zo'n geweldige rechtvaardig iemand was? Waarom noemt de Bijbel hem wel zo? Nou, dat staat in Genesis 19, vers 29. Er is een geheim. Er was namelijk in zijn leven 1 rechtvaardige. En daar wil ik heen. Er was 1 rechtvaardige. In die tijd was er niemand rechtvaardig op de hele wereld. Maar er was 1 iemand rechtvaardig. En wie was dat? Abraham. Hij was de enige in Genesis 15 die door geloof werd gerechtvaardigd. En Paulus legt heel zijn evangelie uit in de Romeinenbrief op die tekst. Dat we alleen door geloof in Christus van God aangenaam kunnen zijn en rechtvaardig kunnen worden. Er was in het leven van Lot een rechtvaardige, want hij was familie van Abraham. Daarom werd hij rechtvaardig genoemd. Waarom worden jij en ik rechtvaardig genoemd? Dat kan alleen maar als je familie wordt van de Heer Jezus. Als je hem aanneemt als je redder en verlosser. Moment dat jij familie wordt, je wordt zoon en dochter van de levende God, door geloof in Christus, rekent God jou de rechtvaardigheid van de Heer Jezus toe, wat jou behoudt. En wat God wil, dat jouw vrijmoedigheid gaat geven om te bidden. Niet uit jezelf bidden, maar vanuit wie Christus is. En zijn woord. En wie hij is en zijn geest. Toen God de steden, Genesis 19 vers 29, toen God de steden van de streek verwoestte, dacht God aan Abraham. Hé, bijzonder hè. Toen God de steden van de streek verwoestte, dacht God aan Abraham. Daarom leidde hij Lot uit. Lot was familie, een neefje van de rechtvaardige. En die hebben we nodig. Niet een rechtvaardige. Niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar God heeft een oplossing gegeven. Hij zou de rechtvaardige sturen in deze wereld. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Ezechiël 22, vers 30. Dat God zoekt naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht tot de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, opdat ik het land niet zou verwoesten. Dat ik mijn oordeel niet zou hoeven te brengen. God is niet in het oordelen. Hij wil dat iedereen behouden wordt. Maar er is recht en gerechtigheid. En God zoekt iemand. En wat staat er?
Ik heb hem niet gevonden. Want niemand in zichzelf is rechtvaardig genoeg dat God naar je zou luisteren. Maar God zegt, ik ga een oplossing vinden. Ik ga de rechtvaardige sturen. De rechtvaardige. En dat wordt geprofeteerd, hè? Jesaja 53, vers 11. Door mijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Zie je? Waarom werd Lot gered? Hij had een familiebandje met Abraham. En het moment dat jij zegt, Heer Jezus, ik vertrouw en ik geloof in u, krijg je een familiebandje met de koning der koningen. Word je familie van God. Zoon en dochter van de levende God. En dat geeft jou rechten. En dat is wat geprofeteerd wordt. De rechtvaardiger zou komen. En dat is de oplossing voor alles. Ook voor gezag in de gemeente. Ook voor vrijmoedigheid. Want de rechtvaardige is jouw vriend geworden. Is jouw redder geworden. En Handelingen 3 vers 14. Petrus, jullie hebben, zegt hij tegen de Joden, jullie hebben de heilige en de rechtvaardige verloochend. Als we hem verloochenen, joh, door al jouw goede daden ben je nooit rechtvaardig genoeg voor God. Vanochtend zag ik nog die tekst langs de Rijksweg. Ik geloof dat Jezus leeftijd neerzet bij Sliedrecht. Er stond, wees dan volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is. Nou, probeer maar. Eén verkeerd woord en één irritatietje, je bent nog niet meer volmaakt. Weet je, die lat is zo hoog, daar kom jij nooit. Maar ik heb een redder die volmaakt is. En ik mag door hem bij God komen. Begrijp je een beetje hoe het werkt? En God wil ons bewustzijn daarvoor wakker maken. Jullie hebben de heilige en rechtvaardige verloochend. Ja, daarvoor kan er geen autoriteit zijn in de kerk. Als Jezus Christus niet meer het middelpunt is. Maar hij is het. En hij brengt die rechtvaardigheid die jij en ik nodig hebben. Ze hebben hen gedood, zegt Stefanus, die geprofeteerd hebben van de komst van de rechtvaardige. Ananias zegt tegen Paulus, die zegt hij, de God van onze vader heeft je voorbestemd, Paulus, om zijn wil te leren kennen en de rechtvaardige te zien. Oh, wat was Paulus, wat was die vurig, hè, om de wet te vervullen. Om een eigen gerechtigheid te hebben uit de wet, zegt hij. Hij zegt, ik heb het schade geacht, ik heb het drek geacht. Want ik wil bevonden worden in Christus met de rechtvaardigheid van Christus. Het is dat ik mijn hand heb gelegd in de hand van de rechtvaardige. En daarom zie je dat die rechtvaardige die God in de wereld brengt, kan in principe de hele wereld redden. We moeten onze hand in de hand van de rechtvaardige leggen. Maar daarvoor staat er in de Bijbel 1 Johannes 2 vers 2. Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, voor die van de hele wereld. Want de rechtvaardige is voldoende om een hele stad te behouden, om de wereld te behouden. Jezus Christus de rechtvaardige. We hebben een voorspraak bij de Vader, zegt Johannes. Jezus Christus de rechtvaardige. Het is God die de wereld met zichzelf verzoend heeft, door de wereld haar overtredingen niet toe te rekenen, staat er zo mooi in de 2e Korinthebrief. En hij heeft aan ons die verkondiging gegeven. Aan jou en mij. Dat we mensen mogen meenemen en zeggen, joh, wat er ook gebeurd is in je leven. Ik werk bij de Hoop met vreselijke verhalen en mensen uit de gevangenis en 20 jaar in de gevangenis. Maar ik heb gezien, als ze dat begrijpen, dat wat er ook gebeurt, hoe slecht je ook bent en wat er al heb je 20 jaar gevangenisstraf gehad, als jij je hand legt in de rechtvaardige, word je familie en ben je rechtvaardig. Oh, alles is verkeerd gegaan in mijn leven, ja. Daar kijkt God niet meer naar. En dat is de boodschap die wij hebben gekregen. Wij kennen de rechtvaardige, waardoor we zijn gerechtvaardigd. Want de rechtvaardigheid van één enkel mens, zegt Paulus, zal ertoe leiden dat alle worden vrijgesproken. Romeinen 5 vers 18. En dat is wat ik je mee wil geven. Dat je bewust gaat worden, de kracht van gebed. Dat God heeft zijn oren, de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardige. En het moment dat jij daarop vertrouwt, zal God je benaderen als een rechtvaardige. En weet je wat dat betekent? Dat jij eigenlijk dezelfde rechten hebt als Jezus. Dezelfde rechten voor God de Vader. En bidden in zijn naam is eigenlijk bidden in dit besef.
Dat moment dat ik steun op hem. Dat je gezagspositie krijgt bij God. Niet zomaar om te bidden, Heer, geef me de grootste Mercedes-Benz. Maar wel te bidden uit Christus. Vanuit zijn tafel, vanuit zijn belofte. En daar krachtig in te zijn. Ouders, bid voor je kinderen. Bid voor je familie. Niet alleen maar wilt u dit en wilt u dat, maar zegen ze. Wees bewust van het gezag wat je hebt. Als je iemand ziet die worstelt, ga niet allemaal dingen, je hoeft niet moeilijke gebeden te doen, maar begin eens met iemand te zegenen. Als je iemand niet kan pruimen, begin hem te vergeven en te zegenen. Weet je wel, ga handelen in de geest van Christus en dan zal je zien dat wonderen kunnen gebeuren. Ik zie het de laatste tijd, zelfs in mijn familie, waar ik totaal geen contact mee had, dat ineens dingen beginnen te gebeuren als je maar vanuit autoriteit bidden. En dat is tijd, dat kan tijd zijn. Abraham moest ook wachten, maar God wil het doen. En dat is wat Paulus zegt, joh, wat ik wil is niet mogen blijken een eigen gerechtigheid hebben. Door wat ik heb gedaan, mijn werken, mijn goede dingen. Maar dat ik die gerechtigheid heb door geloof in Christus. Filippenzen 3 vers 9. Dat is wat ik wil. En dan zegt Paulus ook in Efeze 2 vers 18 en 19. Dankzij hem, dankzij de rechtvaardige, hebben we allemaal door één geest de toegang tot de Vader. Zo zijn jullie dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen, jullie zijn familie van God, huisgenoten van God. Oh Lot, nou, ik zie niet dat hij zo rechtvaardig was. Nee, maar hij was wel een neefje. En misschien voel je je vandaag ook een beetje ver weg, niet helemaal zoon en dochter. Misschien voel je je nog maar een neefje of een achterneefje. Maar dat is ook al voldoende. Want Lot werd gered, niet door zijn gerechtigheid, maar was een neefje van de rechtvaardige Abraham. En daarvoor mag je altijd je handen en je zwakte leggen in de handen van de machtige heiland. En zijn rechtvaardigheid word je mee bekleed. En je hebt toegang tot hem. In Christus Jezus, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Efeze 3 vers 12. En door Christus, de rechtvaardige, hebben we vrijelijk toegang tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Laten we daarom de vrijmoedigheid niet prijsgeven, maar met vrijmoedigheid toegaan tot een troon van genade om barmhartigheid te ontvangen, genade te vinden en hulp te krijgen in tijd van nood. Maar doe het niet door naar binnen te kijken. Doe het ziende op Jezus. En zoek niet je, heb ik het goed gedaan, niet goed gedaan. Dat is het gif van die boom van kennis van goed en kwaad. Want daar kom je nooit uit. Je zal merken dat je het nooit goed genoeg hebt gedaan. Maar je bent niet volmaakt zoals de hemelse Vader volmaakt is. Maar Jezus. En door hem mag je vrijelijke toegang hebben. Dus ik wil je daartoe oproepen. Geef je vrijmoedigheid niet vrij. Pak dat ook weer op, ook in een tijd die onzeker is. We weten niet wat er gaat gebeuren met Oekraïne. We weten niet wat er allemaal gaat gebeuren. Regeringen weten het niet meer. Maar God weet het wel. En jij mag leren gewoon daarin met Christus aan de tafel te zitten. En laat God zijn hart met je delen. Misschien voel je ineens een bewogenheid, iemand om een kaartje te sturen. Ik heb met die kleine dingen zoveel wonderen gezien. Hoe God dat gebruikt. Hoe God ineens dat je een kaartje stuurt. Mensen zeggen, joh, toen je dat stuurde, raakte God mij aan. Want ik had die tekst gekregen. En dat mensen er zelfs genezing door vinden. Vaak die kleine dingen. Zoek het niet gelijk in, ik moet naties bereiken. Maar begin nou in de geest van Christus, in je familie, om je heen. Om geleid te worden door de geest en vrijmoedig te bidden. En het te nemen uit God en het uit te bidden over mensen. God heeft ons duizenden beloftes gegeven. Dus daar wil ik jullie mee bemoedigen. En daarvoor bidden ook. Heer, dank u wel voor uw kostbare kinderen. Ik wil zo bidden dat u hun bewustzijn reinigt. Heer, vaak hebben we zo'n bewustzijn van falen. Van heb ik het goed gedaan, niet goed gedaan. Wat er allemaal gebeurde zonder corona, waar we in leven. Een onzekere wereld, Heer. Het maakt ook uw kinderen onzeker en u begrijpt dat. Maar ik bid, Heer, dat u hun weer die zekerheid geeft van te weten dat als wij in Christus zijn en hij in ons, dat we met u meer dan overwinnaar zijn. Ik bid dat u hun weer brengt in die veilige schuilplaats te weten dat, ook al voel ik me een neefje of een nichtje, ik mag mijn handen leggen in de handen van de rechtvaardige. En hij maakt mij rechtvaardig. Hij bekleedt mij met Christus.
Hij bekleedt me met een nieuwe mens. Hij bekleedt me met de Heilige Geest. Ik bid u, kostbare Heilige Geest van God, dat u ieders hart weer vult met die passie, met die vreugde te weten dat u ons een boodschap heeft gegeven. U wil deze wereld niet vernietigen, die zo goddeloos aan het worden is. Maar u wil dat ieder behouden wordt door de rechtvaardige. Niet om wat wij doen, maar om wat u heeft gedaan. U bent de volmaakte, u bent de rechtvaardige. Heer, we willen u eren en u de glorie geven. Zo wil ik ook uw kinderen zegenen met een geest van openbaring en kennis om u recht te leren kennen. Om te staan in het gezag en autoriteit wat u hen heeft gegeven. Om te bidden in Jezus' naam. Om te bidden met dezelfde rechten als de Heer Jezus. We kunnen het niet begrijpen, Heer, maar willen u de eer daarvoor geven. Amen. Dankjewel voor je woorden. We dienen een levende God. En onze God maakt vrij. Daar gaan we van zingen.
morgen weer uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Name it is the name of Jesus.
Star King. And what a beautiful name it is. And nothing compares to this. And what a beautiful name. Het is zo heerlijk om, ik deed af en toe mijn oortjes uit, zodat ik jullie ook hoor. Om dat enthousiasme voor onze God te proeven en met elkaar dit te beleven, toch? Amen? Yes. We gaan nog een lied zingen voor dat ik Lenko vraag om naar voren te komen. Het gaat over de waardigheid van God. Het is een lied wat bij ons zo'n beetje 24/7 uit de speakers komt thuis. En waar je mee omgaat, word je mee besmet, zeggen ze dan. Dus zing lekker mee. Waardig is uw naam. Heel mooi nummer. Thank you.
Heilig is uw naam, Jezus. U verdient de eer, waardig is uw naam. Een heel mooi nummer, Ruben. Maar je zegt 24-7. Als we volgende week een week op vakantie zijn, dan hou ik me ook graag aan de tekst. Hij geeft ze me minder in de slaap. Dus tussen 11 en 7 graag niet. Een aantal praktische mededelingen. De flessenactie, kwam dat nog? Ja? Salome. Mocht ik naar voren vragen? Manoah. Ik dacht Salome dat was. Manoah, jij komt iets vertellen over een flessenactie. Dat zal ik jou geven. Of ze moet ik vasthouden. Ja. Kijk. Hallo allemaal. Ik zat laatst in de auto en dacht, hoe kan ik nou iets doen voor de arme kinderen? Dus toen dacht ik, flessen ophalen, dat lijkt me wel leuk. Dus ik heb met een paar mensen gesproken, kan ik dat doen op het podium, even zeggen. En dat kon dus. En we gaan dus flessen ophalen voor Compassion. En het mogen van alle soorten winkels zijn. En ook bierkratjes van Albert Heijn, Lidl, van alles. En het is op 27 februari en 6 maart op zondag. En je kan de flessen dan inleveren bij de donuts. Nou, en tegenwoordig zit op bijna alle plastic zit statiegeld, dus daar kan heel veel meekomen. Nou, volgende week en de week daarna. Een aantal praktische zaken. Dick had het over de kracht van gebed van een rechtvaardige. Bidden in Jezus' naam. Morgenavond is het bidstond. Om 8 uur in de Hoogjes. Dus van harte aanbevolen om daar met elkaar, en ik ga er zo over met elkaar nog iets zeggen, te strijden. Introductiekring, het is al een paar keer gezegd, we gaan de data deze week vastleggen. Heb je interesse in de Burgt? Wil je weten waar staan we voor? Nou, is het misschien mijn gemeente? Wil je daarin verdiepen? Meld je aan het einde van de dienst bij de welkomstent. Ook voor andere vragen als je hier te gast bent. Bij de welkomstent staan mensen die daar een antwoord op kunnen proberen te geven. Ook binnenkort gaat er weer een dooponderwijssessie starten. Mocht je daar belangstelling voor hebben, zeg je ik... wil daar meer van weten, ik wil me daarin verdiepen of ik heb een zetje nodig. Meld je aan bij een van de oudsten. Een opdraagdienst wordt ook binnenkort gepland. We zijn daar ook nog even een datum voor aan het zoeken. Maar mocht je daar nog bij willen aansluiten, meld je dan even bij Jurgen. Jurgen zit daar. Even kijken. En dan de bloemen die hier staan. Die willen we meegeven als blijk van bemoediging aan Gertjan en Geke. Dus de bloemen die hier staan zijn voor hun. Dan het volgende, maar ik ga dat even inleiden. Ik had van de week een etentje met een paar collega's. We waren met z'n vier uit eten. En een van de collega's had zich helemaal vastgebonden, vastgetrokken eigenlijk in hele theorieën rond de Illuminati. Nou, ik ga jullie daar allemaal niet over vermoeien wat dat precies is. Maar een basisregel daar was dat er wereldmachten, gezinnen bezig zijn om deze aarde macht te krijgen en om chaos te organiseren. Door chaos eigenlijk. We hadden daar een heel gesprek over, een geanimeerd gesprek. En ik denk dat hij best wel eens vaak raar is aangekeken. En ik zeg tegen hem, ik geloof jou wel, alleen ik zie het ietsje anders, maar ik geloof jou wel. Nou, dus hij keek me al een beetje verbaasd aan. Ik zeg, ik geloof absoluut dat er een macht is die bezig is om chaos te veroorzaken in deze wereld, continu. Ik zeg, daar worden we allemaal mee. Ik zeg, alleen jij geeft er een bepaalde naam van. Ik zeg, ik noem dat Satan, die bezig is om chaos te organiseren. En dat zien we, denk ik, heel veel om ons heen. Ik denk absoluut dat corona daarin gebruikt is. We zien het aan de grenzen van Europa. We zien het op heel veel manieren. Er wordt chaos gecreëerd. En
Ik denk dat we juist een God hebben die structuur heeft. En als Satan de bedoeling heeft om dingen uit elkaar te drijven, dan heeft God juist de bedoeling om dingen bij elkaar te brengen. Om herstel te geven, om eenheid te zorgen. En daarom ben ik zo ontzettend dankbaar dat we dat ook weer fysiek mogen laten zien. Dat we als kerk weer bij elkaar mogen komen. Dat we weer een eenheid kunnen zijn. En op het schrijven wat we gisteren hebben rondgestuurd, staat dat opwekkingslied: maak ons een leger, o Heer, roep al uw kinderen bij elkaar. En ik moet eerlijk zeggen, als ik de beelden op het journaal zie wat er nu aan de grenzen van Oekraïne gebeurt, dan is dat best indrukwekkend. Als je ziet al die tanks, al dat leger, dat is imponerend. Maar dat kunnen wij ook zijn als wij als christenen weer bij elkaar komen, laten zien en in een stuk eenheid iets laten uitstralen. Dus ik wil ook echt oproepen, jongens, laten we onze plaats weer opnoemen. Laat alle reservisten, laat de marine, laat de luchtmacht, laat iedereen weer zijn plek innemen in het leger van de Heer. Dat uw rijk bekend maakt en uw woord bewaart en uw heerlijkheid openbaart. Jongens, we hebben een opdracht. En dat wil ik echt oproepen. En dan nog zeg ik, er zitten ook in het leger mensen in de ziekenboeg of hebben een speciale plaats, die misschien nog in deze tijd niet overal de ruimte kunnen nemen die een ander wel ervaart. Houd daar rekening met elkaar. Alsjeblieft, doe dat echt. Want de een kan voor zijn werk misschien wel eens in een andere omstandigheid zitten. We willen dat ook faciliteren vanaf volgende week. Het staat ook, dus de plekken voor de bar volgende week zijn voor de mensen die door omstandigheden toch een stukje afstand moeten bewaren. Maar onze oproep is, neem je plek in. Kom, sta weer op in het leger van de Heer. En ik denk dat dat onze opdracht is. En daar zie ik echt naar uit. Want God is een God niet van chaos en niet van angst en niet van uit elkaar, maar van bij elkaar brengen en van eenheid. En laten we daar onze plek in nemen en opstaan. Nou, dat is ons gebed. Dick, mag ik jou naar voren vragen om de zegen van de Heer uit te spreken? En voor zover mogelijk te gaan staan. Hallo, hallo. Mijn microfoon, ja, hij werkt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u plannen heeft. Heer, dat uw woord ook zegt dat toen de aarde woest en ledig was, chaos was, de geest Gods zweefde over de wateren. En ik bid dat u opnieuw ook met uw geest komt over ons, over uw kerk. Heer, om daar gewoon plannen te laten zien, uw hart te laten zien, om in uw wegen te wandelen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat heeft gebeden. Vader, de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En ik bid, Heer, dat ieder vandaag ook weer een beetje meer bewust is geworden dat ze dragers zijn van uw heerlijkheid, dragers zijn van uw opdracht. Sterk uw erfdeel door de kracht van de Heilige Geest. Heer, waai met uw geest. Zo laat de genade van de Heer Jezus Christus en die diepe liefde van God de Vader en een diepe gemeenschap met de Heilige Geest met jullie allen zijn. Hij heeft gezegd, ga in heel de wereld. Maar hij heeft ook gezegd dat u hem nooit zal begeven, nooit zal verlaten. Dat u met ons zal zijn tot aan het einde van deze wereld. Jezus, kom terug. We prijzen uw naam. Amen. Dan gaan we nog één keer zingen. Welkom thuis. Staat voor.
week. En tot volgende week. En we dansen, en we zingen, en we feesten. De zon zal niet op.